De eindexamens staan weer voor de deur en die dingen maken is zo makkelijk nog niet. Dus wat ik me afvraag is hoe staan de eindexamenleerlingen ervoor en wat doen zij eraan om zichzelf zo goed mogelijk voor te bereiden? Dat ga ik vragen. Nou, jullie gaan examen doen. Hoe staan jullie ervoor tot nu toe? Zesjes. Nou, ik ben nog niet begonnen, maar het komt wel goed. Ja, je staat goed met je cijfers nu? Ja, ik sta nu in 8 gemiddeld, dus ik hoop het zo te houden, maar ik heb er nog niet zo heel veel voor gedaan. Ja, op zich sta ik wel redelijk voor het spel te redden, zeg maar. Niet zo best eigenlijk. Ik sta 2 vieren en een 5-ie, dus dat is niet... wordt lastig, maar we gaan er gewoon voor. Ja, en wat ga je eraan doen om je examens te halen? Gewoon veel examens oefenen. Gewoon met de school. Ja. Niet veel leren of zo, gewoon oefenen. Ja, ik ga gewoon voor elk vak nog proberen een examen te maken. Kijken hoe het gaat. Gewoon veel thuis zijn, leren, op mijn kamertje opsluiten, niet met andere dingen bezig zijn. Nog een geheime tip? Gewoon niet stressen, gewoon ontspannen en zo. Maar dat kan ik niet, maar ik weet wel dat ik dat moet doen om het te halen. Veel slapen, vertrouwen op ze, logisch nadenken en het komt wel goed. Het is niet zo lastig. Nou, ik vind die examencursussen wel goed. Die doe je? Ja, ik had voor 1 vak gedaan. Ben je al hard bezig? Ja, maar vandaag even een dagje shoppen in Amsterdam. Is dat je geheim? Nee, even rusten van het leren. Ik denk dat het grote deel van de examenkandidaten gewoon braaf thuis zit te leren. En een enkeling duikt toch de winkelstraat in. En dat zijn vaak vrouwen.